Welkom bij Klein. Ik heb hier zo een super gave camera bij me. Het is een systeemcamera van Olympus. Het is de OMD EM5. Camera van het jaar geweest bij deeppreview.com. Laten we snel kijken wat Olympus allemaal meelevert met deze winnaar. Gratis extra garantie als je hem registreert op de website van Olympus. Handig. Handleiding in alle talen van de wereld, zo'n beetje. Uiteraard ook Nederlands. Een garantievoorwaarde. En Olympus software om de RAW bestanden te kunnen inladen en om wat met je foto's te kunnen doen. Een accu. Een opzetflitsertje. Mooi dat ze die meeleveren. Vaak moet je die dingen extra kopen. Er zit zelfs een etui bij voor die opzetflitser. Een voedingskabel. Een draagriem. 12-50 zoom objectief met macrofunctie. 2-in-1, ideaal. Nog meer kabels. Videokabel. Ja, dat is wel jammer. Analoge videocamera. Hij filmt in HD en dan zit er een kabeltje bij uit 1984. Maar ach, er zit een videokabel bij. USB-kabel. Als je goed videoresultaat wil op de tv, duurt het natuurlijk met HDMI, hè? Mocht je dat niet weten. En dan hebben we hier zo de camera zelf. En daaronder zit ook nog wat. De doos zit standplus vol. We hebben hem hier in het zwart, de body. Maar natuurlijk is hij er ook in het prachtige zilver. Ja, ik dacht al, waar is hij? De oplader. Nu is de doos leeg. Oplader, accu, draagriem, bekabeling, objectief. En toestel. Natuurlijk kun je ook zeggen, ik koop hem als body of ik koop hem met een ander objectief. Maar dit is de meest op elkaar aansluitende combi, dus daar hebben wij voor gekozen. Dit levert Olympus mee met de EM5 OMD. De specificaties van deze Olympus OMD EM5. Nou, laten we beginnen met het hart van de camera, de beeldsensor. Hij heeft 16 megapixels en die liggen op een live MOS beeldsensor. Dus een hele gevoelige beeldsensor zoals Olympus die heeft. Live MOS beeldsensor wil zeggen dat je natuurlijk supersnelle scherpstelling hebt op je display. En uiteraard ook wanneer je met de zoeker fotografeert. Dat is het voordeel aan de systeemcamera ten opzichte van die grote ouderwetse spiegelreflexen. De gevoeligheid van die sensor is net zo belangrijk. Je kunt de ISO instellen vanaf 200 tot en met ISO 25600. Dus je hebt eigenlijk in alle lichtsituaties altijd voldoende gevoeligheid in het toestel bij de hand. Niet onbelangrijk, de prestaties op die hoge gevoeligheden. Ja, daar blinkt Olympus dus echt in uit. Het zijn ongeveer zo'n beetje de beste systeemcamera's die je kunt kopen. Die ruisprestaties, de fotokwaliteit is met die 4-3 sensor echt super goed. Dus als je daarvoor gaat, dan moet je zeker naar Olympus kijken. Nou, het toestel zelf, deze EM5, die is helemaal spatwaterbestendig. En het huis is helemaal van aluminium, dus het is echt een camera waarmee je aan de bak kunt. Het display 600.000 megapixels en uitklapbaar. Helemaal te kantelen, dus onder iedere hoek kun je altijd foto's maken. Dioptriecorrectie natuurlijk in de zoeker. Geen ingebouwde flitser, maar ja, die leveren ze mee. Hij zit er binnen één tel op. Je schuift hem er gewoon zo pats in en hij zit. Dus lekker makkelijk. Nou, het is de 4/3 bayonet. Dat wil dus zeggen dat naast alle Olympus lenzen je natuurlijk ook van Sigma of van Panasonic wat objectieven kunt gebruiken. Maar Olympus heeft zelf natuurlijk een perfect aanbod. En voor ieder wat wils in super hoge kwaliteit. Die beeldsensor die zorgt in dit geval ook voor de beeldstabilisatie, want de sensor is gestabiliseerd, dus niet de lenzen, maar het toestel. Het voordeel daarvan is dat je extra lenzen zometeen weer goedkoper zijn, want er hoeft geen stabilisatie in te zitten. Olympus heeft een super uniek beeldstabilisatiesysteem, een zogeheten 5-axis beeldstabilisatie die in 5 richtingen kan stabiliseren. Zodat je in alle gevallen uit de hand stabiel kunt fotograferen en ook filmen. Nou, de TruePic 6 engine zit erin, die is razendsnel en die neemt de omzetting van RAW naar JPEG voor zijn rekening. Het display is een OLED display, dus ook in de volle zon kun je gewoon goed zien wat je doet. Filmen is Full HD en hij is ook nog een keer snel met 9 foto's per seconde. Zorgen dat het juiste scherp is, doet de camera met 35 scherpstelpunten. Dan het objectief. Het is een heel speciaal objectief. Het bereik is van 12 tot 50. Bij Olympus betekent dat 24 tot 100 mm, omgerekend naar analoog, omgerekend naar vroeger. Dus een lekker praktisch bereik, 24 mm groothoek, 100 mm, zodat je net dat portret kan maken.
En dan hebben we een zoomfunctie. En die kan in meerdere standen gebruikt worden. We hebben echt een mechanische zoom. Maar we hebben ook een elektronische zoom. Dan is het een kwestie van een stukje draaien en dan gaat de lens al lopen. Wat moet je daarmee, denk je misschien? Nou, logische gedachte. Maar dat ga ik vertellen. Stel dat je aan het filmen bent en je draait aan die mechanische zoom. Dan hoor je dat zoommechaniek lopen in je filmpje. Als je de elektronische zoom gebruikt, is die helemaal geruisloos en kun je toch zoomen. Nou, je kan hem nog een klapje verder zetten en dan komen we in de macro stand uit. Want je kan met dit objectief ook echt super goed macro foto's maken. Lichtgevoeligheid 3,5 naar 6,3 en er gaan 52 mm filters op. Voor wie is zo'n camera als dit nou geschikt? Nou, het is een systeemcamera. En systeemcamera, dat is eigenlijk gewoon de toekomst. Dat is eigenlijk gewoon wat er nu al is en wat het straks ook in principe helemaal gaat worden. Dit is de vervanger van de spiegelreflex. En bij het ene merk is dat al wel zo. En het andere merk blijft nog krampachtig die spiegelreflex ernaast maken. Dat verschilt hoe ver een merk vooruit loopt of niet. Nou, Olympus heeft jaren geleden al gezegd, die spiegelreflex, dat gaan we erg afbouwen. En we gaan vol inhakken op die systeemcamera's. Wat maakt die systeemcamera nou aantrekkelijk en waarom is dit de toekomst? Nou, je hebt geen spiegel. En die spiegel, die heb je ook niet meer nodig. Vroeger hadden we die spiegel nodig om via de lens, via de spiegel, via de zoeker echt letterlijk te kunnen zien wat het objectief zag. Dus hij maakt als het ware via die spiegel een bochtje, een beetje periscoop idee, om door die lens te kunnen kijken. Zodat je echt zag wat er voor de lens zat en niet hier of hier of hier, maar echt precies het beeld wat de camera zo meteen gaat vastleggen. Dat wilden we in de jaren 60, in de jaren 50 heel graag hebben, dus dat is toen verzonnen, dat is toen bedacht. Nou, we zijn inmiddels tientallen jaren verder en we hebben inmiddels gewoon displaytjes. En die displaytjes die laten natuurlijk zien wat de beeldsensor ziet en die ziet natuurlijk wat het objectief ziet. Dus die kijkt ook door de lens, net als die ouderwetse spiegelreflex. Het zoekertje, hoe werkt dat dan? Nou, dat is een elektronisch zoeker. Het voordeel daarvan is dat je ook weer via de sensor kijkt en dus ook gewoon door het objectief kijkt. Extra voordeel, je ziet de belichting en je ziet je instellingen van tevoren in de zoeker. Bij een spiegelreflex is het afwachten wat erop komt als je met de zoeker werkt. Systeemcamera's laten van tevoren alles in de zoeker zien. Ziet te donker, dan zie je hem ook te donker in de zoeker. Is je witbalans te geel, zie je hem ook te geel in de zoeker. Allemaal voordelen van die systeemcamera. Nou, die OMD E1.5 die heeft twee instelwieltjes, dus mensen die snel met diafragma en met sluiter willen kunnen werken in de manual mode, die kiezen voor deze camera. Mensen die dus manual willen werken kiezen ervoor, maar ook mensen die op de automaat het makkelijk willen hebben, maar wel met de beeldkwaliteit van die grote spiegelreflexen willen werken, die gaan voor zo'n systeemcamera als deze Olympus EM5. Uit de hand werken vinden veel mensen ook fijn. Een statief is hartstikke leuk, maar je moet hem meezeulen. Als je gewoon het liefst uit de hand wil fotograferen, dan is het fijn om te weten dat er een beeldstabilisatie in je zit die dat ook echt goed doet. 5-axis systeem van Olympus is het beste beeldstabilisatiesysteem wat er is. En dus perfect. Nou, als je graag trucjes uithaalt met foto's, als je op je smartphone van die appjes gebruikt om foto's een retro tintje te geven, hartstikke leuk, maar die app die kan je wissen, want Olympus heeft het gewoon ingebouwd in het toestel met allerlei art filters. Zodat je razendsnel de foto een leuk retro effect bijvoorbeeld kunt geven. Grote kwaliteit, goede beeldsensor, grote lichtgevoeligheid, een lens met macrofunctie, een klapdisplay. Als dat dingen zijn die je aandacht trekken, dan moet je kijken naar deze OMD EM5. Nou, we hebben het toestel een weekend geprobeerd. We hebben hem uitvoerig getest, deze camera van het jaar. Waar zijn we achter gekomen? Nou, allereerst, het is verbazingwekkend dat zo'n klein toestel zo gigantisch goed is. In veel testen staat Olympus bovenaan en dan heb je zoiets van ja, leuk, maar het is wel klein, het is geen grote spiegelreflex, is het wel echt zo goed? Ja, het is echt zo goed, het is echt een beestachtig goed toestel. Fotokwaliteit is super, hij is snel, scherpstelling is accuraat, je kunt alles handmatig instellen, alle functies die erop zitten kun je naar je eigen smaak indelen en ook nog een keer echt goed regenbestendig, helemaal top. Zijn er nadelen? Waren er dingen waar we van baalden? Nee, eigenlijk niet. Hij is, ja, ik wil niet zeggen perfect, maar het is wel echt een supergoed toestel. Het enige waar ik persoonlijk van baalde, is het is een touch display, een touch bediening. En daar krijg ik altijd een beetje de kriebels van. Ik wil gewoon met knoppen werken, maar ja, ik ben ouderwets. Misschien vindt u een touchscreen juist fijn. Maar hij heeft een aanraak shutter, dus als je hem aanraakt, dan maakt hij gelijk een foto. Natuurlijk kun je dat uitzetten in het menu, alleen ja, als je daar niet op bedacht bent en je zet hem voor het eerst aan, iedere keer als je hem in je handen beet pakt, dan hoor je klik, 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 omdat hij een foto maakt. Ja,
zet dat even uit als je dat storend vindt. Dat is volgens mij een enige minpuntje aan dit toestel. Misschien voor u juist ideaal. Misschien heeft u graag een touchdisplay. Het zit erop, het kan uit.